bij de wereldkampioenschappen zeilen van de Finklasse. Alle zeilers hebben gisteren een rustdag gehad, dus vandaag kunnen ze er tegenaan. Ons Nederlands talent Pieter-Jan Posma staat momenteel zesde in het algemeen klassement. Maar de komende dagen wordt er verwacht dat het gaat waaien, dus er kan nog van alles gebeuren. Vandaag gaan we Pieter-Jan Posma volgen. Van de Finklasse van vandaag. Pieter-Jan Posma lag helemaal aan de rechterkant van de startlijn. En zo te zien ligt hij er goed voor. Pieter-Jan komt als eerste langs de bovenboei. En zijn directe concurrenten Dan Slater en Ben Ainsley, die nummer 1 en 2 op de ranglijst liggen, die zijn ver en ver achter hem. Wat een mooi gezicht om onze Nederlander hier zo als eerste rond de tweede bovenboei te zien komen. En dan gaat hij terug naar beneden naar de finish. Hij gaat nu over de finish. Zodra u de hoorn hoort, is hij gefinished, is hij nummer 1. Tijdens de tweede race van vandaag heeft Pieter-Jan zich van de zesde plek alsnog terug weten te vechten naar een tweede plek. Oftewel, de dagscore van vandaag is 1 keer eerste en 1 keer tweede. Gefeliciteerd, wat een topprestatie! Hoe voelt dat? Ja, erg lekker. Vertel. Ik zat de hele tijd een beetje aan te ikken. In de afgelopen dagen, afgelopen eerste 3 dagen. Ja, nu niet. Nu er gewoon erop en erover. De eerste race zag er zo goed uit. Je had zoveel ruimte gewonnen. Hoe heb je dat gedaan? Geen één foutje en zoveel ruimte creëren. Ja, dat ging erg lekker. Er was een grote vlaag, kwam van rechts. En ik was eigenlijk een van de enigen die pakte. En de anderen die misten die allemaal. En daardoor kwam ik echt op 200 meter voorsprong. Heerlijk. Hey, maar lekker gevoel dus na zo'n dag. Ja, heerlijk. We hebben nog 2 dagen te gaan. En 2 dagen, 2 wedstrijden. Volgens mij staan we heel close het podium. En ik ga er tegenaan. Ga je winnen? Ja hoor. Ons wereldkampioen hier. Kijk hem staan. Pieter-Jan Posma,